Vanavond op 5. Om 9:05 Barend en Van Dorp. Het is donderdagavond. Typisch zo'n avond voor Barend en Van Dorp. Om 9:30 schiet Cupido heel wat pijlen af in Herman's Head. Take me, Herman. Kiss me, Jay. Hold me, Paul. En om 9:15 is Ga. In die romans van u schept u als het ware een verleden. Ja. U schept uw eigen achtergrond. Een Duitse achtergrond. Maar misschien vindt u die Duitse achtergrond wel enorm dubieus. Die u voor uzelf geschapen heeft. Gecreëerd heeft. Ga ik te diep? Nou, het is heel goed mogelijk dat dat zo is. Het late nieuws ziet u om 11:00. En om 10:45 Midnight Caller. Dit ziet u vanavond op 5. Bij het nieuws op 5. Wildwesttaferelen na de gijzeling van een politieagent vanmorgen in Overveen en Muiderberg. De Zuid-Afrikaanse Nationale Partij presenteerde haar programma vandaag voor de verkiezingen eind april. En in Parijs hebben Bretonse vissers een enorme ravage aangericht bij de grootste visafslag daar. Er vielen 20 gewonden. Goedenavond. Verderop in de uitzending kijken we uitgebreid naar de gunstige kwartaalcijfers van de KLM. En we praten over de trauma's van VN-soldaten in Bosnië. Maar eerst het belangrijkste nieuws. Een eenvoudige aanhouding op de snelweg bij Muiderberg vanmorgen heeft geleid tot regelrechte wildwesttaferelen. Een politieagent die een te hard rijdende chauffeur wilde aanhouden, werd door hem ontwapend en gegijzeld. Na 2 uur werd de man klemgereden in Bloemendaal en onder vuur genomen. De gijzeling begint vanochtend om 8:00 als 2 surveillerende politiemensen, een man en een vrouw van het korps Weesp, een verdachte auto aanhouden. De 2 inzittenden gaan er vandoor en rennen een weiland in. De mannelijke collega was bezig met de ene verdachte en zij is achter de andere aangegaan. Dus op dat moment waren ze even met het beeld bij elkaar kwijt. Zij kwam even later terug onder bedreiging van een vuurwapen. Ze werd gedwongen in een politieauto te stappen die waarmee ze gekomen waren en... Zij moest achter een stuur en men is richting Amsterdam gereden. De dader heeft nu haar dienstpistool en dwingt de vrouw met hoge snelheid over de vluchtstrook langs de file op de A1 te rijden. Op zeker moment rijden ze zich vast en rammen een aantal auto's. De politieauto raakt totaal los. De dader dwingt nu een automobilist zijn voertuig af te staan en er volgt een wilde rit die uiteindelijk naar Zandvoort leidt. Daar zet de dader de agenten plotseling uit de auto en ze meldt zich bij haar collega's op het Zandvoortse bureau. Het signalement van de vluchtauto wordt doorgegeven aan de Rijkspolitiehelikopter en die traceert hem in Bloemendaal. De achtervolging wordt ingezet. Ik wilde net mijn dochter gedag zeggen en we staan voor het raam en we zien een knaap staan met een pistool in zijn hand en die begint te schieten. En dan komen polities van onder de andere kant aan en daar loopt er ook één te schieten. De dader neemt nog een fietser in gijzeling, maar wordt uiteindelijk in een regen van kogels getroffen. Hij ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. De agenten maakt het redelijk. Zij is nu in contact met een zelfhulpteam van onze collega's uit Amsterdam Amsteland. En wij zullen eerst haar gezondheid benaderen en kijken op welk moment wij op een goede wijze met haar contact kunnen komen voor het onderzoek. De verdachten zijn bekenden van de politie. Dat is een bijdrage van Vincent Verwij. Nationale Partij van Zuid-Afrikaanse president de Klerk presenteerde vandaag haar verkiezingsprogramma. Hoofdpunten: een vrije markteconomie en een federaal Zuid-Afrika. De NP, die aan de wieg stond van de apartheid, doet nu zijn uiterste best zich als een multiraciale partij te presenteren. 4 jaar geleden bracht president de Klerk een revolutie teweeg in Zuid-Afrika. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. Vandaag is dit zijn nationale partij.
De Nationale Partij heeft zijn blanke huid afgelegd. Met zwarten, kleurlingen en Indiërs op de kandidatenlijst gaat de Nationale Partij, de uitvinder van de apartheid, de verkiezingscampagne tegemoet. Maar waarom zou een zwarte na 46 jaar apartheid voor de Nationale Partij kiezen? They accepted it. They have done wrong to us. Now it's for us to decide what to do, whether to join the National Party or to stick on the past. Now I have decided not to stick on the past and realize and support Mr. de Klerk to give us the real democracy that we wanted in South Africa. Everybody makes a mistake and they try to recognize their mistake. And even if you go in a court proceeding, if you have a first offense and you plead, they pardon you all. So we are human. Ik heb die Nationale Partij gekies, want ik heb gezien dat is die beste partij voor mij. Hoekom? Hoekom, want die Nationale, meneer de Klerk heeft voor ons beide deuren opgemaakt. Die Nationale Partij is een vredesame partij. Het belangrijkste thema voor het verkiezingscongres was: hoe moeten we eind april voorkomen dat het ANC een overweldigende meerderheid krijgt? President de Klerk zette zich scherp af tegen de communisten in het ANC. Alleen bij de Nationale Partij is het land in veilige handen, zei hij. Zo hoopt de Klerk gematigde zwarte kiezers aan te trekken. They will vote for us because the present situation in the townships is to a great extent due to the ANC and its civic organizations and its youth league and its intimidation. They are being intimidated. David Chwanyane was vroeger een guerrilla-strijder van het Pan-Afrikaans Congres. Nu staat hij op de zevende plaats van de kandidatenlijst van de Nationale Partij voor het parlement. We want to bring back the family together. We want to make the family the decision maker, not the children, as it is now, with the children who have joined the ANC, the PAC and AZAPO. De Nationale Partij heeft zich wonderbaarlijk snel aangepast aan de nieuwe tijden in Zuid-Afrika. Maar het is de vraag of het voldoende is. Want voor veel zwarte kiezers zijn deze verkiezingen de bevrijding van de apartheid. En daar was de Nationale Partij verantwoordelijk voor. President de Klerk wacht de zware taak om dat verleden te doen vergeten. De regering in Frankrijk slaagt er maar niet in om de rust te herstellen in de visserijwereld. Woedende vissers waren van Bretagne naar Parijs overgekomen vandaag om daar de grootste visafslag kort en klein te slaan. Bij gevechten met de politie die daarop volgde vielen 20 gewonden. Slechts een paar uur nadat de Franse minister voor Visserij 100 miljoen gulden steun had toegezegd, sloegen de vissers toe. Ze zijn woedend omdat de prijs van verse vis fors is gekelderd. De financiële ondersteuning vinden ze onvoldoende. De politie slaagde er niet in de 1200 vissers tegen te houden. Die bestormden de visafslag vlakbij Parijs. Hun woede richt zich vooral op de goedkope buitenlandse vis. Achttien agenten en twee vissers raakten licht gewond. Werknemers van de visafslag troffen vanmorgen een enorme ravage aan. Même leur propre marchandise, ils l'ont cassé, du poisson de boulot.